Hallo allemaal. Op de vijfde dag dat de melkkoeien buiten lopen, is er voor het eerst dit jaar buiten in de wei een kalfje geboren. Een spontane geboorte, ik hoefde niet te helpen, kwam bij het land en daar liep het kalfje al tussen de droge koeien. Een paar dagen eerder was in dit stuk land de koeiendans. En ik kreeg toen al een vraag: waarom hebben sommige koeien een rood hals erop? Nou, dat waren de hoogdrachtige koeien. Die hebben daar 2 dagen tussen de koppel in dit stuk land gelopen. En de melkkoeien gaan nu wat verder naar achteren. En nu laat ik deze droogstaande koeien, dat zijn koeien met zwangerschapsverlof, hier in dit afkalfeitje lopen. En als je dan dit ziet, dan sta je gewoon eerst een poos bij te genieten. Dan gaat die telefoon uit de broekzak. Dan wordt het natuurlijk gefilmd, want dit is iets dat wil ik graag delen. De rechterkoe is de moeder, die koe met het rode pootbandje. Ook de andere koe ontfermt zich over het kalfje. Het kalfje is een meisje, een vaarskalfje. Die gaan we aanhouden en hopen we dat later in de toekomst dat het ook een melkkoe zal worden. Kijk, en daar op afstand, aan de andere kant van het kavelpad, daar lopen de melkkoeien. En die hebben ook best in de gaten dat er wat gebeurt. En zoals jullie kunnen zien, dit kalfje is kerngezond. Het beweegt alle kanten al wat op, maar wordt daar wel moe van. Dus wil gaan liggen. Nou, dat mag ook. Nou, toch nog even in de benen. En dan even later, dan ligt ze toch mooi te genieten in het zonnetje. En van de aandacht van beide koeien erachter.